koffie. Dat is toch de mooiste drank dat er is. Ik bedoel, dat moet toch de enige drank zijn ter wereld dat je bij zoveel verschillende gelegenheden kunt drinken. Je drinkt hem 's morgens om goed wakker te worden. Je drinkt hem 's avonds als dessert na een heerlijke maaltijd. Je drinkt hem alleen terwijl je uit het raam staart. En je drinkt hem samen met vrienden tijdens goede babbels. Voor mij persoonlijk geeft koffie ook de kracht van het ritueel. Elke ochtend sta ik rond 6 uur op, kop onder de kraan, kleren aan en onmiddellijk naar beneden, naar mijn bureau, de eerste mailtjes gaan verwerken. Na ongeveer 1,5 uur werken, iets voor 8 uur 's morgens, kom ik dan terug naar boven. Uiteraard om mijn vrouw en kinderen goedemorgen te kussen, maar zeker ook voor mijn eerste koffie. Mijn eerste koffies moet ik eigenlijk zeggen, mijn barista-ontbijtje, een espresso en een cappuccino. Dat is voor mij een heerlijk moment van rust, vooraleer de hectiek van de werkdag echt losbarst. Koffie brengt energie, troost, geborgenheid, comfort en zekerheid. Op die manier is koffie voor mij en ongetwijfeld voor vele anderen een unieke drank. En we drinken er bijzonder veel van. Als ik kijk voor Suur over onze twee kantoren in Kuurne en Zwevenhem heen, voor de collega's, de klanten die op bezoek komen en de vertegenwoordigers van maatschappijen die langskomen, dan zitten we al snel aan een 40 à 45 tassen die per dag gezet worden. Behoorlijk veel dus. En dan kan je er dus best voor zorgen dat je goede koffie zet, toch? Via ons marketingbureau Tinkage wist ik dat zij hun eigen koffie hadden ontwikkeld. En dat was een idee waarvan ik al heel snel dacht, dat ga ik even stelen. En zo kwam de samenwerking met Vivansara tot stand. Vivansara maakt de naam als koffiebranderij over gans het land en zij maakten het nu ook voor ons. Na bijna 1 jaar van opleiden, brainstormen en proeven, veel proeven, maakten zij het ook voor ons dus mogelijk om onze eigen koffie te ontwikkelen. Alles begon met een bezoek aan hun koffiebranderij in Vechten, bij wijze van teambuilding voor alle geïnteresseerden van ons kantoor. We kregen er een opleiding van koffieboon tot de drank die in jouw tas terechtkomt. We kregen er ook live te zien hoe het proces van het koffiebranden in zijn werk gaat. En tot slot kregen we een opleiding in de verschillende zetmogelijkheden van koffie. Na nog meer brainstormen over het type koffie dat we wilden ontwikkelen en de branding die we eraan wilden meegeven, kwamen we in de finale fase waarbij Benoît, Mathieu en ikzelf opnieuw langs gingen bij Vivansara om te proeven, nog meer te proeven en zo onze finale smaak samen te stellen. Zo is Solid Beans geboren, onze unieke Suur blend. Een omni-roast die zich leent tot diverse zetmogelijkheden. Of je die nu via een klassieke filter zet, dan wel via een espresso machine. En net als bij Suur staat Solid Beans voor kwaliteit, degelijkheid, energie en zekerheid. Ik ben heel blij dat we vanaf nu onze collega's en klanten onze eigen Solid Beans kunnen serveren. En heel trots op deze eerste koffieblend van en door een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Want zeg nu zelf, de raakvlakken tussen koffie en verzekeringen kan je niet ontkennen. Net zoals iedereen nood heeft aan zijn kop koffie, heeft bijna iedereen nood aan verzekeringscontracten. Beiden bieden troost, gemoedsrust en staan er altijd. Beiden zijn essentieel in ons leven.